wij het nog een keer moeten doen, maar dan zonder heks. Of zonder heks. Zonder heks. Oh my god, dat moest je niet zeggen. Waarom zeg je dat nou? Eén ding moest je niet zeggen. Yo, mensen van Odo, welkom bij een nieuwe video. Ik ga vandaag ownen met Batman. Toch? Je hebt je Batman skin aan. Batman! Heb je een Batman skin aan? Ja, je hebt de Batman skin aan. Oh ja, ik zie dat van mezelf natuurlijk niet. Ik denk al, ik zit echt te wachten op totdat het kwartje valt. Oh. Nee, wij gaan vandaag lekker even... Oh, ik ben natuurlijk met Enzo voor de mensen die hem nog niet herkend hebben. Come on, mensen. Yes, yes. Hallo, hallo. Hallo. Heb je een beetje zin om te ownen? Ja, super erg. Ik kan nog goed de vorige keer herinneren. Dat ging niet altijd even goed. Dus laten we proberen dat deze keer echt zeker weten even wat beter gaat worden. Ah, vast wel, man. Vast wel. We hebben goed geoefend. We weten, alle tactieken hebben we doorgesproken, toch? Ja. Ja, sure. Ja. Right. Mijn eerste fout heb ik al gemaakt. Ik heb full ladder gemaakt, terwijl ik dat had gekozen als kit. Ja, dat... goeie, ja, maar dit is het eerste potje. Dit is het eerste potje. Dan mogen dat soort foutjes gebeuren. Ja, toch? Mochten jullie trouwens leuk vinden dat Enzo en ik minigames spelen, knal even dat duimpje omhoog. Ik weet zeker dat jullie het wel tof vinden, want ja, we hebben toch een soort van chemistrie samen, hè? Ja, dat gaat altijd wel erg lekker. En als het niet lekker gaat met de game zelf, dan gaat het wel lekker met het babbelen. Absoluut. Dus dat moet wel goed komen. Welke teams zijn we? We zijn geel, hè? Yes. Oké, okay, nice. Ik ben bijna in het midden. Ik weet niet of je dat leuk vindt. Ja, ja, zeker. Zeker. Ik kom je helpen. Oké, okay, cool. Ik heb in ieder geval een schild en een zwaard. Oh, iemand kijkt naar je. Pas op, pas op. Oeh. Oh, de kans. wat gaan we doen? Ik ben achter je. Oh, skills. Ik kom je helpen. Ik sla hem naar je toe. Yes! Oh, lekker. Oh, hier is nog iemand. Hier is nog iemand. Hier is Spider-Man. Oh. Oh no, Batman tegen Spider-Man? Yes, let's go. Batman. Batman. Oké, jij gaat ook echt achteraan. Oh nee. Oh, ik heb Batman eraf. Of wacht, het is een tomaat. Wat? Het was geen Spider-Man, maar het was een freaking tomaat. Oh my god, dat is echt gewoon een belediging voor Spider-Man. Echt. Al die mensen die Spider-Man hebben ontwikkeld, al die jaren. En dan zegt iemand, is het niet gewoon een tomaat? Hij komt trouwens hierheen. Ben jij de witch aan het doodmaken of zo? Nee, ik ben ook er vanaf geslagen. Ah, oké, okay, vandaar. Dan ga ik wel terug, want ik kan de elytra halen nu. Oh, nice, nice, nice. Oké, okay, ik ga hier verdedigen. Ik zit nu ook op Spider Tomato Man. Spider. Ik heb hem bijna. Bijna. Komt die dan, hè? Oh my god. Komt hij dan, hè? Heb je hem? Nou, hij gaat maar niet dood. Is echt geel gewoon... is Dodo en Enzo, zegt de Aardappel King. Alright, ik oh, heb shit. Hem. Shit. We zijn ontdekt. They know. Len. Oké. Oké, ik ben de... Broken shards aan het verzamelen in het midden. Oké, okay, ik heb er 14, dus mocht je zoiets hebben van... Hey, wow. Ik wil wel weer terug en ik wil wat gratis spullen van Wouter in een awesome giveaway... Dan kan dat. Oké, okay, ja, ik loop achter je aan. Ik doe maar even een veilige potje. Oké, okay, ja, volg de blood tokens. Yeah. Je hebt ze achtergelaten. Oké, okay, ik kan ook een elytra maken, geloof ik. Ik heb je 4 voor nodig, toch? Yes. Oké, okay, dan maak okay, ik sick. 2 zwaarden. Of nee, jij wilde een X, hè? Ja, een X vind ik wel leuk, okay, ja. Oké, krijg jij van mij een X. En dan maak ik nog 2 broekies. Oh nee, wacht even, ik moet een elytra maken. Dus ik kan 1 broek. Wil jij de broek? Ja, maar waar maak je de elytra, joh? Oh, heb jij die? Heb jij er 2? Nee, maar... Oh ja, hier bij special. Nee, ik zat even te kijken. Ik heb een elytra, hoor. Ah, oké. Okay. Alright. Zo. Okay. Dan krijg jij van mij de broek. Ik kan sowieso niet echt van broeken aantrekken. Ik heb nu nee, al hè? Voor de mensen thuis. Kijk, ik heb gewoon mijn joggingsbroek aan. Dat is echt het allerchillst. Oh, dat is wel echt heerlijk. Ja, om je opnames te doen. Heb je dat ook? Of vraag ik nu iets heel persoonlijks? Ik zit nu in mijn joggingsbroek en gewoon een zwart t-shirtje aan. Dus dat is wel echt een outfit wat ik graag draag tijdens het opnemen, ja. Ik ook. Ik heb een joggingsbroek aan en een zwart t-shirt. Oh my god, Wouter. Dit is crazy. Oh my god. Dat is wel echt heel toevallig. Yeah. Even
Kijk, in welke kleur is je joggingsbroek? Mijne is... Of nee, wacht. Het is geen eens een joggingsbroek. Oh my god. Het is een pyjama broek. En welke kleur is hij? Hij is blauw met witte ankers erop. Oké, ja. Ik heb een grijze. Dat is jammer, hè? Ja. Ja, sorry. Shit. Moeten we volgende keer echt beter coördineren. Ja, echt. Ik heb supergoeie items, man. Wat jij? Ik ook. Ik moet alleen... Ja, ik heb niet heel veel gear, want ik had jou die broek gegeven. Ja, nu krijg ik weer op mijn kop, hoor. Even kijken. Zo, dan trek ik die aan en die aan. Oké, nou, ik heb best prima gear. En ik heb ook een pickaxe. Moet even genoeg blokjes maken. Alright. En dan gaan we gewoon vliegen. Zullen we gewoon ons eiland achterlaten? Oh my god. Laat... Oh, dat was jij. Jij schrok even, hè? Ja, man. Er vloog opeens een Batman naar me over. Wat denk jij nou? Ja, laten we ons eiland gewoon achter. Ja, tuurlijk. YOLO. Wij zijn volgens mij echt de enige spelers die zo laks daarin zijn. Van, ah joh. Volgens mij ook, want dit is altijd onze vaste strategie. Ja, klopt, ja. Het valt me op dat heel weinig witches dood zijn. Oh, nee, dude! Oh. Ah! You for real? Oh my god. Oh my god. Oh shit. Dude, I'm so sorry. Oh, wat. Ik dacht, ik ga op jouw blokje springen. Maar jij schoot er vanaf of zo. Ja, in 1.9 kan je niet meer naast elkaar staan. Oh ja, dat is waar ook. Oké, wacht. Nu voel ik me schuldig. Ik ga shards veel halen in het midden. Oh, it's okay. Maar ik had alleen volgens mij mijn Elytra nog niet aan. Want ik drukte hem aan. Ik dacht van, nou ja, maakt niet uit. Ik vlieg wel ergens heen, maar... Oh my god. Hij werkte niet echt. Oké, ik ga het fixen. Ik ga die shards pakken hier. Wist je nog toen we zeiden over dat we goed ingespeeld waren op elkaar? Ja, dat valt dus best wel mee, hè? Nice, ik heb 3 shards. Lekker. Ik kom ook wel even langs. Ik heb 4, dus op zich zou ik al een Elytra weer kunnen maken voor je. Yes, ja, als je nog 2 extra kan doen, dan hou ik nog een Iron Sword en dan ben ik helemaal blij. Oké, is goed. Dan doe ik nog even 2 extra. Klinkt echt als een boodschappenlijstje. Oké, 2. Ja, ik kom eraan. Graag 1 Elytra, 2 Iron Swords. Oh ja, en voor je moeder ook een Chain Chestplate. Voor je moeder een Chain Chestplate, zo. Even kijken. Oké, ik ben er. Ik heb het voor je. Yay! Alsjeblieft. Dank u vriendelijk. Zo. Wow. Oh my god. Wat is dat ook weer? Dat was een... Witch war. Een witch. Een witch. Dat was een witch war. What? What? Alright. Ik heb bijna... Ik ga nu ook gewoon een keer X. Speciaal voor jou. Zo. Yeah. X-y, sexy style. Oké. Oh, er komt iets langs vliegen. Oh, die vliegt door. Oké. Waar ben jij? Ben jij weer omhoog of zo? Nee, ik ben in het midden aan het vechten met iemand nu. Oh! Ik kom eraan! Ja, ik heb hem. Nice! Alleen, ik gebruik een crafting terminal voor mijn Minecraft. Ja. En af en toe loopt hij vast. Of loopt hij vast, dan lagt hij een beetje. En als die lagt, dan moet ik hem opnieuw opstarten. Maar dat gaat nu natuurlijk niet. Man. Maar dat moet vast wel goed komen. Je hebt alleen nog wel je stone sword in je handen. Ah, ik heb niet beter. Je had toch een Iron Axe? Nee. Oh, ja. Ja, kijk. Tadada! Tada! Tovert hij even uit zoet. Oké, waar gaan we heen? Nou ja, noem jij maar een kleur. Geel. Really? Ik dacht, zal die het doorhebben of niet? Deze keer wel. Even kijken. Ik zie daar rood. Ik vind rood wel een mooie kleur op zich. Oh, rechts van ons. Oranje. Okay, dat is zeg maar een zwak aftreksel van rood. Of ik bedoel geel. Ik heb hem. Heb je hem? Ja. Oké, nice. Ja, ik kreeg het dus echt niet mee, gewoon. Oh, door gaan de lag. Gaan we hier omhoog en dan naar rood? Ja, ik heb echt keiharde lags. Echt niet normaal. Alright, ja, ik kom ook omhoog. Oké, cool. Ik zal niet meer opspringen. Nou, nu heb ik een Elytra aan, dus nu kan het nog wel. Oh, je wilt er gewoon heen... Oh, dat kan natuurlijk ook. Ja, gewoon heen vliegen. Op zich zouden we nu al kunnen. Zullen we gewoon vliegen?
Ja. Meteen op Twitch. Oh! Hallo. Hi. Deze keer was ik geshift. Alright, let's go. Oké. Okay. Yeah, baby. Oh, daar is iemand. Ik ga eerst op hem. Oh, en daar is groen. Is groen hier ook? Ja, ik ga nu op groen. Want die heeft beter gear. Hij is dood. Oh, en ik ben dood. Oh, jij bent dood? Ja, yeah, you go for it. Oh, en er is iemand bij ons. Dus dit was gewoon een tactiek voor mij om te verdedigen. Oh, heb ik hem? Ja, ik heb hem. Oké, okay, er zit iemand bij ons. En die probeer ik bezig te houden. En het lukt ook aardig. Oké. Okay. Oh ja, ik heb hem van het randje afgeslagen. Oké. Okay. Ja, had jij rood? Ja, ik ben nu op de witch aan het slaan. Uit. Oh my god, ik ben bijna dood. Oh, ik ben dood. Ja, ik kan echt niks doen met kutlag. Ah, shit. Yeah, je kan hem nu moeilijk restarten, inderdaad. Ja, ik kan hem niet restarten. En dit blijft gewoon totdat, totdat ik hem heb gerestart. Dus elke keer, dan loop ik 3 blokjes. En dan loopt hij iets van 4 seconden vast. En dan ben ik in 1 keer geteleporteerd ergens heen. Ah, shit. Ja, dat kan je niks doen. Heel onhandig. Maar ik had wel hun witch voor, ik denk, 1/4 HP uitgeschakeld. Oh, nice. Dus dat is in ieder geval iets. Right. Ik maak wel even een stone sword voor je, oké? Ja, graag. Kijk, alstublieft. Thank you. Wat wordt nu de tactiek? Gewoon weer wat in het midden gaan pakken? Ja, ik denk dat we het beste kunnen doen, ja. Alright. Ik maak even wat leather armor. Wel fijn dat het eten niet zo heel duur is. Ja, zeker. Oh, volgens mij komt iemand hierheen. Of niet? Oh nee, hij vloog langs. Oké. Okay. Okay. Cool, I'm ready. Alright. Ik. Batman is ready. Ready yet again. Wat ben jij eigenlijk? Je bent een soort van. Oh! Ik val hem aan, op zijn bakkes. Ah, lol! Hij is aan het zwemmen in het water. Spetter in het water. Ga maar vast naar huis. Nice. Ja, lekker. Uit. Oké, dat was raar. Dat was groen. Oh. En daar ging oranje. Ik pak even een pickaxe en dan kunnen we gaan. Oké, nice. Ja, ik denk dat teamwork het belangrijkste is. Ik bedoel, ook al hebben we nu niet de beste gear, dat we gewoon samen zijn. En samen staan we sterk. Ja, dat moet vast goed komen. Ja. Oké, let's go. Go, 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 go. Godo? Wil je nou Godo zeggen? Godo. Let's go, do. Oké, hier links is rood. Oh ja, hier is links iemand rood, ja. Oké, nice. Oh, die gaat daarheen. Zullen we erheen gaan? Ja, kan. Ik ga hem je achterna. Ik hoop niet dat ik er vanaf val door die lag. You can do it. Oh my god, ik zag je gewoon lag. Ja, dat is mijn lag, man. Oh my god. Ik ga hem voor je pakken. Okay, deze is voor jou. Doe het. Oh, hij had net Iron Gear en hij is dood. Oh, nice. Hey, dit is nog maar 1 iemand over. Dat is 1 iemand van blauw. Oh, what? Hoe hebben we dit kunnen winnen? Ik weet het niet, maar ik vond jouw move van erna springen, waardoor ze dachten van, oh, ze zijn waarschijnlijk dood, waardoor ik stiekem kon gaan. Dat was echt geniaal, dude. Ja, die was goed, hè. Oh my god. Oké, nog 1 iemand van blauw, die is 200 blokken van mij vandaan. Bij mij 113, dus ik begin al iets warmer te krijgen. Oké. Hij zegt, als jullie Dodo en Enzo zijn, komt er een droom voor me uit. Ja, hij zegt al vanaf het begin dat wij Enzo en Dodo zijn. He knows. Ja, hoe zou hij dat doorhebben dan? Nou, oké, dit is een exclusive voor jou hoe het precies werkt. Maar wij hebben dus andere usernames en daarom heeft Enzo dus ook een andere skin. Jezus, je lekt echt als de malle, man. Ja, je staat gewoon lekt dus. Ja. Ja, het is echt verschrikkelijk, man. Oh my god. Nou ja, we hebben dus andere namen en andere skins, omdat we eigenlijk incognito zijn. En er is ongeveer een pool van, nou, ik zal niet zeggen hoeveel namen het zijn, maar het zijn een paar duizend. En sommige van de spelers kennen gewoon, die spelen zoveel op de server, want voor de mensen die niet weten, dit is mijn server. En die herkennen dus gewoon één van die namen uit al die honderden duizenden namen. Dat is echt ziek. Dat is echt heel ziek. Ik kan een Elytra voor je maken, die heb ik nu ook voor je gemaakt. Oké, thanks. Alleen die gozer zegt ben onder mid, maar heb geen blocks meer. Oh, maar iemand die zegt niet liegen en nu zegt hij XD, dus dat is blijkbaar niet waar. Oh, we zijn geprankt.
Oké, ik heb ook weer een Iron Axe voor je gemaakt. Oké, thanks. En ik maak ook een Iron Brookie voor je. Man, wat heb ik medelijden met mensen met slecht internet die wel vaker lag hebben. Dit is echt zo naar. Maar is het je internet of is het je client? Nee, het is echt mijn client. Want dit is Craft and Terminal, dat programma dus dat ik gebruik. Ja. Waardoor ik een mod kan activeren. Dat veroorzaakt dit allemaal. Het is echt super raar, want als ik hem nu opnieuw opstart... Ja? Dan doet hij het gewoon weer. Dat is echt vreemd. En zo net deed hij het niet, maar toen wij het potje begonnen, toen ging die kettle. Weird. Ik heb hier spullen voor je liggen. Ja, ik ben ze aan het zoeken. Oh ja, nice. Uit. Oké, ik heb 18 shards, maar we kunnen denk ik wel daarheen gaan nu. Ja, laten we gewoon lekker... Laten we die winst in onze broekzak stoppen. Maar echt, toch? Oh, hij is nu dichtbij. Hij is nu 85 blokken. Hij is nu 60. Waar is hij dan? Hij komt dichterbij. Of wij komen dichterbij. Oké, hij is nu weer verder weg. Wow, hij is nu heel veel verder weg. Hij vliegt volgens mij. Ja. En hij is op blauw, denk ik. Heb jij eten voor mij? Ik heb helemaal geen eten. Ik heb een kippetje. Kijk eens. Oh my god. Oh, onze wish. Ik weet denk ik waar die is. Oké. Je hebt zo'n geel-bruin vermoeden. Ja. Of vooral geel vermoeden. En nu zegt ook iemand, hij zit op jullie eiland. Ja! Oh, hij is daarboven. Nou, ik hoop niet dat ik van de brug afval weer. Als jij gewoon dingen koopt, dan let ik wel op of hij naar ons toe komt. Oké, ik heb 18 shards. Ja, daarom. Dan kan jij gewoon even wat gear halen. Oké, momentje. Vecht dan, zegt Ilyario. Ja, kijk wat ik voor je heb, alsjeblieft. What? Die heb ik echt serieus nog nooit gehaald. Echt niet? Nee, nog nooit. Hoe duur was die eigenlijk? Viel zich wel mee, 12 of zo. Ja. 12 shards. Nou, dat is best goed te doen. Hey, want omdat ik zo... Oh, hij komt. Ja, ik heb nog een helm voor je. Oh nee, hij vliegt naar het midden. Ik heb een helm voor je gedropt, ja. Oh, thanks bro. Alsjeblieft. Ik heb ook nog 8 shards, dus wat kan jij nog gebruiken? Maak alles voor jezelf, want ik lag zo hard. Het enige wat ik kan doen is trollen. Oké, jij wordt de afleiding. Ja, ik ben de afleiding. Maar volgens mij lag ik ook voor andere mensen zo, dus het is best wel lastig om mij te killen. Ja, precies. Oké, dus jij gaat gewoon voorop. Ja, dus dat is de tactic, ja. Dat klinkt zo lullig. Echt gewoon Enzo opofferen. Maakt niet uit, je moet mij gewoon inzetten. Oké, nou laten wij gewoon hier een einde aan gaan breien. Want ik vind het altijd, het duurt zo eeuwig als mensen omhoog blijven. Bouwen, nee, het gaan vliegen. Ja. Cool. Let's do it. Wij zijn gewoon de squad. Yeah, let's go. Let's find him. Oh. We will find you. Ja. Yeah. We will seek you. We will hunt you down. Oké, ik zit op 106 blokken, 103 blokken, 97. Ja, hij is op rood. Oké. Maar ja, de vraag is, blijft hij daar ook? Yep. Hij bouwt terug. Hoe kan je terugbouwen? Ah, hij gaat weer omhoog. Ja, wat we ook kunnen doen is gewoon een boog halen. Want waarschijnlijk zitten nu superveel... hoe heet dat? Shards in het midden. Ja, maar als hij omhoog bouwt... Ik ga wel gewoon... Ik moet stuff kopen, zegt hij. Ja, hij bouwt omhoog. Dus wat we denk ik beter kunnen doen is die boog halen. Dan kan ik hem telkens naar beneden schieten. Dan kunnen we hem veel makkelijker hunten. Ja, dat is op zich gewoon een goeie. Dus ik heb nu alweer 25 shards. Maar hij is nu 45 blokken. Oh, hij vliegt hier beneden. Oh, hij is naar het midden. En ik heb er nu 31. Hij is niet naar het midden. Hij gaat naar een eiland. Ja, hij gaat naar Oranje. Ik ga achter hem aan. Alright, ik ook. Achtervolging ingezet. Pas op voor de blokken, hè. Niet er naast springen. Hij gaat weer omhoog. Ja. Dit is iets wat hij de hele tijd gaat doen, denk ik. Yep, maar daarom ga ik dus de boog halen. Want de boog kost 40. Ah, 40! Wie heeft deze prijzen bedacht? Jij. Hij slaat mij. Ik ben dood. Echt? Ja, hij ging op mijn toren staan en toen sloeg hij me eraf. Oh man. Maar dat had ik natuurlijk niet door, want ik had lag. Dus ik, in één keer was ik dood. Ik zag het helemaal niet gebeuren. Komt er dus vijf... ik gok maar een beetje dat hij dat had gedaan. En zo komt er 5 minuten later achter. Hey! Hij komt naar het midden. Hij is boven. Achter je, boven. Hij komt nu naar beneden.
Hij vecht met je. Oh, daar is hij. Oh, je hebt een diamond. Hupsakee, jongen! 3 hits, yes, en he's baby. Down! Wij zijn Witch Wars! Oh. Dat geluid is zo episch, dat moe. Vet hè, dat einde. Ja, dat is awesome. Ah, ik vond hem super dope, guys. Ondanks dat Enzo een beetje lek had, vond ik het alsnog een super vette match. Ik hoop dat jullie het ook vet vonden. Vond jij het nou vet? Knal even dat duimpje omhoog als je vindt dat wij het nog een keer moeten doen, maar dan zonder Hex. Of zonder Hex. Zonder Lex. Oh my god, dat moest je niet zeggen. Waarom zeg je dat nou? Eén ding moest je niet zeggen. En precies dat zeg je. Oh my zonder legs. Oké, okay. Sorry. We gebruiken Hex. Sorry. Oh, exposed. Daarom was ik dus laatst geband. Ja, precies. Dat is het. Oh. Nou, dan weten jullie dat ook weer. Mocht je trouwens nog een rank of een coin boost willen halen, nu is er 20% korting met Halloween, dus score hem nu. Vergeet niet te abonneren, check ook Enzo zijn kanaal, want daar hebben we ook een leuke minigame natuurlijk gedaan. En dan zie ik jou heel graag volgende keer bij weer een nieuwe video met Hex. Tot volgende keer, mensen. Ciao. Okay.